ben Roelof. Ik ben Saskia de Boer. En ik sta voor de klas, geef les aan groep 7 en de afgelopen week hebben wij een programmeerproject gevolgd. Lego Mindstorms is programmeerbare Lego. Dat betekent dat je hebt een kleine computer, een groot blok waar je nog steeds allemaal Lego op kan klikken, technisch Lego. Waar je motoren op aan kan sluiten en sensoren. Waardoor je op de sensoren kan reageren en je motoren aan kan sturen. En daarmee kan je in dit geval een robotje een rondje laten rijden. In het begin vond ik het erg spannend, maar uiteindelijk door het een beetje in te lezen en wat meer informatie te krijgen, dacht ik van we gaan het gewoon proberen. Nou ja, ons onderwijs is vaak heel erg van je maakt een som en een antwoord en het antwoord is goed of fout. En hier leer je gewoon door te doen, door te ervaren, door soms ook wel op je snuffer te gaan, dan lukt het even niet. Toch weer overeind te krabbelen, iets nieuws proberen en dan op een gegeven moment het moment hebben van hey, verrek. Zo moet het dus. Alle facetten komen natuurlijk wel daarin naar voren. Samenwerken bijvoorbeeld, het programmeren zelf, het technische gedeelte, dat ontbreekt best wel in het onderwijs. Dan moet je denken aan dat we de faciliteiten niet voor hebben, programma's niet voor hebben. Het is wel een ambitie, het sluit ook aan bij deze tijd, het sluit aan bij wat de maatschappij vraagt. We roepen heel vaak als AFAS iedereen zou moeten leren programmeren. Ja, op deze manier kun je dat ook doen. Gewoon een softwareprogramma schrijven als Profit is niet interessant, maar een robotbestuur is wel heel erg leuk. Ja, ik heb ervaren dat het wel wat makkelijker is dan ik dacht. Het zag er, als je ziet hoe echte professionele programmeurs het doen, dan ziet het er veel moeilijker uit, maar uiteindelijk valt het nog best wel mee, daar ben ik wel blij mee. De scholen in de stichting heb ik laatst al een mailtje gestuurd van joh, tip, wie weet, ga er eens achteraan. We hebben het geprobeerd en zowel wij als de kinderen zijn heel enthousiast.